In een blauw boevenpak staan meer dan 100 kinderen klaar voor de hunt. Ze krijgen 5 minuten voorsprong. En dan worden ze achterna gezeten door 35 politieagenten en handhavers. En tja, probeer dan maar eens niet gepakt te worden. Jammer man. Ik rende naar daar achteren, dan zou ik die kant op gaan om naar de school te gaan. Ja. Niet gelukt? Nee. Had je zelfs een helikopter in de lucht? Ja. Dus het was heel erg eng. Ja, je denkt je hebt hem een bankoverval gedaan. Ja. Dat gevoel krijg jij? Ja. Het is gewoon leuk om een keer mee te maken hoe het voelt om door politie achterna te gezeten te worden. Op een legale manier. Maar ze hebben hier wel regels. Zo heeft ieder kind 2 levens. Ben je 2 keer gepakt, dan ben je af. En de deelnemers moeten alles te voet doen. Dus ze mogen niet stiekem achter op een fiets of achter in de auto stappen. En er is een codewoord. Als er code rood wordt geroepen, dan wordt het spel even stilgelegd. En dit is niet de enige plek waar het spel met de politie wordt nagedaan. Op al deze plekken werd het al eerder gespeeld. Let's go, let's go! Het spel is gebaseerd op bekende programma's, zoals het tv-programma Hunted en Jachtseizoen, dat heel goed wordt bekeken op YouTube. Ik keek het al sinds jong. We wou altijd al een keer meedoen. Op film of zo denk je dat ze sloom zijn, maar nu, als je het echt meemaakt, zie je het echt dat ze snel zijn. Hebben jullie wat kinderen zien lopen met een blauw schuurpak? Jongerenwerkers in Vlaardingen zagen dat er op meer plekken zo'n jaagspel werd gespeeld en vonden het een goed idee om het ook hier te doen. Het is de bedoeling dat politieagenten en kinderen uit de wijk elkaar beter leren kennen. Vaak komen we op momenten dat er wat aan de hand is. En we willen ook gewoon de contactmomenten creëren op het moment dat er niks aan de hand is. En op die manier ook weer te laten zien, wie is jullie politie? Je ziet ook dat ze gewoon aardig kunnen zijn. En gewoon ook respect tonen. Ze doen niet zo erg gemeen. Ze doen gewoon normaal, ze zijn aardig. Je krijgt heel veel lol en heel veel glimlachen, denk ik, vandaag. Maar straks hebben jullie hier allemaal kinderen die heel goed kunnen verluchten voor de politie. Ja, maar onderschat ons niet. Onderschat ons niet. En dat merken de kinderen hier snel genoeg. De meesten worden al snel gepakt. Het was heel erg moeilijk voor ons om alle dingen te bereiken, dus ik heb het niet gehaald. Ja, maar zo gaat het als je een boef bent, hè? Ja. Ik probeerde nog weg te rennen, maar ja. Toch gepakt? Ja. Ja, ik ben 2 keer gepakt. Ik ben echt een beetje chagrijnig van, zie ik. Ja.